Supporters van FC Groningen kunnen de eerste thuiswedstrijd tegen Jong Ajax op 11 augustus waarschijnlijk gewoon het stadion in. Dat is tenminste de insteek van de club en de gemeente, werd vandaag duidelijk in een debat. Gisteren kwam het onderzoeksrapport naar buiten over de veiligheidssituatie bij de club. Nadat eind vorig seizoen voor de FC eindigde met veel incidenten met publiek en gestaakte wedstrijden. De mogelijke aanbevelingen zijn investeringen op het gebied van snelle identificatie bij supporters, aanpassingen aan het stadion, meer en beter personeel en een betere samenwerking tussen de club, gemeente en politie. Maar eigenlijk is het rapport pas het begin van mogelijke maatregelen. Supporters hoeven dus niet bang te zijn voor een eerste wedstrijd zonder publiek, zo lijkt het. Volgens mij heeft iedereen in ieder geval die intentie. Alleen het is natuurlijk wel belangrijk dat we daarin op een eenduidige manier met z'n allen een plan van aanpak gaan maken en het ook gaan communiceren. Omdat iedereen heeft de aanbeveling inmiddels ook wel gelezen. Niet alles zal bijvoorbeeld in één keer gerealiseerd kunnen gaan worden. Je moet over alles nog een discussie gaan voeren. Dus de vervolgstap is het minst zo belangrijk dan uiteindelijk de uitkomst van het onderzoek. Voor burgemeester Koen Schuiling is het duidelijk waar dat plan van aanpak voor nodig is. Laten we vooropstellen dat FC Groningen in onze hele regio een hele belangrijke rol heeft. En dat veruit de meeste mensen gewoon met hun kinderen naar een leuke pot voetbal willen kijken. Dat is natuurlijk de insteek. En er is een hele kleine groep die het voor de rest allemaal verpest. En toch moet je daar wel voor zorgen dat het een veilige voetbalwedstrijd is. Een belangrijke aanbeveling is een betere samenwerking tussen de club en gemeente. Dat we allemaal, overal waar betaald voetbal is, hebben geconstateerd, er vindt een hele rare beweging plaats waarbij het eigenlijk helemaal niet meer leuk is om naar voetbal toe te gaan. Nou, gelukkig hebben heel veel supporters van FC Groningen die sfeer wel weten vast te houden. Maar het is wel een landelijke opgave om ervoor te zorgen dat zowel binnen het stadion als de hele omgeving, dat het veilig is. De aanbevelingen moeten dus gaan leiden tot een plan van aanpak. Wel werd tijdens het debat gezegd dat FC Groningen al wat maatregelen kan treffen voor de eerste thuiswedstrijd op 11 augustus. Wat die maatregelen zijn, kunnen Schuiling en Gudde nog niet zeggen. Nou, ik wil FC Groningen ook zelf even de kans geven om dat gesprek goed te voeren. En dan hoop ik wel dat we de eerste wedstrijd alvast met publiek kunnen gaan spelen. Omdat we kunnen zeggen van nou, het is veilig wat ons betreft. Er zullen inderdaad voor 10 augustus wel dingen al kunnen gaan veranderen. Zodat we uiteindelijk niet alleen een veilig evenement, maar ook nog steeds een gastvrij evenement kunnen gaan draaien. Je kunt nog niet zeggen wat voor dingen dat zijn? Nee, het beste is dat we dat gewoon doen, denk ik, vanuit een totaalplan. Maar dat plan is waarschijnlijk nog niet af voor die eerste competitiewedstrijd. Dus zijn er dan niet al dingetjes die je al wel kan gaan doen? Nou, misschien is dat wel af voor die tijd. Maar daar gaan we in ieder geval nu hard aan het werken om uiteindelijk dan zo totaal mogelijk iets te kunnen communiceren. Zodat het ook snel duidelijk wordt. Want volgens mij zit iedereen daarop te wachten.